Hey, goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlogmas. Het is vandaag zaterdag. Het is zaterdag. Van 9 december. En ik ga er zo meteen vandoor. Het is nu rond een uur of half 11 al. Ik ga namelijk vandaag met Ian naar Breda. Want we gaan vandaag naar het optreden van Maan. En dan gaan we ook nog shoppen en zo in Breda. Dus dat wordt super tof. Dit is wat ik aan heb. Deze trui van de H&M. Broek komt van de H&M. Schoenen zijn van de Vans. En ik neem natuurlijk mijn Louis Vuitton bag mee. Mijn telefoon gaat mee. Mijn oortjes gaan mee. Mijn camera gaan mee. Mijn oplader gaan mee. En ik ben donker. Wow, wat ben ik er. Ja, we gaan. Let's go. We gaan op naar Breda. Ik ben met Evelines en ze heeft een broodje rosbief gehaald en een Starbucks heeft ze gehaald en zo heet ze blijkbaar Ines met een S. Schrijf tenminste geen U. Ja, kijk Ines, de leuke hoesje. Super cute. En dit is trouwens Ines' telefoon. Toen in de eerste vlog. Leuke achtergrond. Dankjewel. Ik kijk op alle foto's een beetje gestoond. Wat denk ik op deze foto? Ik laat Ines even shine. En ik dacht, Jezus, moet je kijken, guys. Wow, en dit hoofd hier, oh mijn god, plek was spook. Ik vind het zo gelukkig rood. Ik vind het ook leuk dat ik ontslag en jij rood, dus het is hartstikke fel, weet je wel? En het is wel, het is zeg maar zo van, boem, hier zijn wij. Nu draag ik wel een zwart. Wij zijn er hier. Ik heb een zwarte trui vandaag. Het is nu. Ik kijk al bijna half 12. Eigenlijk is het best wel kort. Van Delft naar Breda, letterlijk in 40 minuutjes. Dat valt echt mee. Dus wat ben je aan het doen? Überhaupt. Ik wil schat van grote wagen. Oké. Nou, dus we zijn onderweg. En ja, we gaan jullie meenemen. Dus, let's go. Wow. We staan dus nu in het centrum van Breda en ik ben met, nog steeds met, Ian. En voor de mensen die de vlog van vorig jaar hebben gezien, dat ik met kerst hier ook was, kijk waar ik ben. Ik ben bij de locatie van toen die bier kwam en daar hebben we patat gegeten. Wacht, daar hebben we patat gegeten. Super lekkere patat. En Ines is hier ondertussen foto's van mij aan het maken. Zeg eens hoi Ian tegen de camera. Hoi. Waar gaan we nu heen? Waar gaan we nu heen, Ian? Weet ik niet. Ine... Diva. Oh, dat ben jij. Oké. Daar word je thuis. Thanks, hè Ian. Thanks. Dat geluid ook. Dat is leuk, die Alta. Ja, nou, staan. Jongens. Gaan we staan. Oké, okay. Dit hele mooie Alta. We zijn nu bij het Boekencafé. Superleuk. En ik sta zeg maar nu hier bij een soort altaartje. Superleuk. En dit is dus mijn locatie, zeg maar. En we gaan hier nu even naar binnen. En dit is het theater waar we heen gaan. En ik moet even lachen. Wat zeg je, Ian? Oké, ik doe mijn camera weg. Dat zie je. Hoi, ik ben met Ian. Ik ben met Anna. Hij moest denken. Ik ben met Sterre. En we zitten bij Koffie bij Joe. En gaat Maan zo optreden? Maar we kunnen het proberen. We gaan haar gewoon een liedje laten zingen. Ja, nou, het is hier echt zo'n groot podium. Ja, dus ziet er uit. Of het lukt. Nu zijn we toch wel, hè? Dus we zijn er weer voor niks. Ja. Weer voor niks. Chocomel. Smoothie. Chocomel. Ik ben er weer. Drink smakelijk, girls. Zie je? Kijk, is een echte fan. Een echte fan. Ik ben heerlijk om te zien dit. Leuk. Jij bent al vaker geweest? Ben ik nog niet. Waar ben je zo geweest? Ik ben bij de eerste clubtour geweest. En dat vond ik echt heel te gek. En allemaal.
Maar goed, nou, er komt een nieuwe clubtour aan, hè, 2018. Gaan we het zo over meer over hebben. Ja, nee, we gaan nu eerst nog lekker spelen, ja. Voor die chef. We hebben er 1, 2, 3 en 4. Oké, we hebben er 4. Tof. Neem jij het van me over? Dag. Ja, wat leuk dat jullie er zijn, jongens. En jij misschien wel, je bent misschien wat kleiner, maar jij kan alles wat onder valt, wat ze niet opvangen. Kun jij pakken? Deel? Jij bent zo als die witte. Ja, hallo, welkom. Heel plezier in dit mooie glazen glazenhuis. Lekker, Jamie! Succes! Je, mensen kunnen alles van je zien, hè? Als je hier in de kruisbogen staat. Oké, 3, 2, 1! Kijk, je strijden. 4, 3, 2, 1. Oké, okay, kom eens aan, hè? Deze mensen gaan meespelen in de finale tegen Maan in de Expo. Ik ook! Gaat allemaal om deze check. Ben ik weer thuis. Het was super gezellig in Breda met Ian. En even later kwam ik ook nog Anna en Stella tegen. Even gezellig wat gedronken bij een cafeetje. Ik weet niet hoe het heet. Maar oké. Ik vond het personeel daar niet zo heel erg vriendelijk of zo. Want ik wilde zeg maar wel best zeg maar afrekenen. En ik werd eerst gewoon aan de kant geduwd. Zo van ga even daar staan, weet je wel. Misschien wilde hij wilde er gewoon langs. Maar ik stond gewoon in de weg en hoefde me niet gelijk te duwen. Vervolgens duurde het uren voordat wij werden geholpen aan de tafel. Toen werden we ook nog een soort van genegeerd bij de ring. Dus ik had gewoon weg kunnen lopen. Goed, dat doe ik niet. En ik ben super blij dat ik op het podium mocht bij Maan. Dus dat was super gaaf. Maar ik ga jullie nu laten zien wat ik in de stad heb gekocht. Daarna ga ik de Authentic Letters openen. En daarna ga ik dit boekje met jullie beantwoorden. Wat ik altijd doe. Oké, laten we beginnen bij de HEMA. Daar heb ik, was zeg maar een actie. 1 plus 3 gratis op alle Sinterklaasgoed, snoepgoed. En ik heb voor mezelf een chocoladeletter gehaald. Ik ben dol op witte chocola. Dus love it. En die andere 3 heb ik ook gekocht. En, maar die heb ik zeg maar al weggegeven. Want ik heb het voor mijn moeder, K en mijn zusje meegenomen. Dus deze en voor deze 4 chocoladeletters heb ik... €1,60 betaald. Dat is toch geen geld eigenlijk, denk ik. Oké, dus die. En dan was ik bij de H&M en ik was op zoek. Nee, ik heb zeg maar een trui van de Primark. En ik heb jullie al gezien in de vlog van Maan op de Voet. En toen kwam ik bij de H&M. En ik ben wel een beetje into de cool truitjes geworden. Door Ian. Dus thanks Ian. En nu heb ik een bruine gekocht. Met ook een leuk colletje. Super leuk. Dus wat ik wil gaan doen is, waar heb ik die nette broek dan? Ik weet niet meer waar die nette broek ligt. Is dit hem dan niet? Nee, huh? Fuck. Is dit hem? Dit is hem. Oké, let hier maar niet op. Oké, ik wil zeg maar nog samen gaan combineren. Dus dan zeg maar heb ik die nette... pantalon natuurlijk. En dan met dit erboven. Dus dat is super leuk. Daar ga ik het mee combineren. Met kerst. Of misschien gewoon een brand outfit. Of misschien ga ik dit wel dragen bij onze presentatie, zeg maar. Onze nieuwsuitzending van e-nieuws. Vind ik dit echt een hele leuke set. Dus die ga ik aandoen. En dan was dit alles wat ik in de stad heb gekocht. En dit dingetje was trouwens €7. Dus dat vond ik ook wel chill. Oké, dan gaan we nu beginnen met de boek. Het boek. De boek voor making a list of things on your mind and in your heart and other stuff. En de vraag die we vandaag gaan beantwoorden is. Even kijken, die hebben we gehad. Things I have yet to learn. Dus laat even weten in de comments. Ja, het antwoord van je vraag. Dus die. En dan gaan we over op het allerleukste van deze hele lange uitleg. Die adventkalenders. Oké, laten we beginnen met deze van Vlijntijger.
Het is vandaag 16? Het is vandaag de 8e toch? Is het de 9? Wow. Trouwens iets heel anders. Ik heb 3 dingetjes besteld voor kerst. En dat is het EP van Maan, het EP van Kai en een soort van Google Chromecast. Dan zeg maar die plug dan in de tv, dan kan je via je mobiel streamen in de tv. Super leuk. Dus die komen allemaal deze week of volgende week begin binnen. Super leuk. Het is de 16e vandaag. Dus ik ga pakje nummer 16 openen met jullie. Echt, ik haat dit ding. Serieus, alweer een fucking vierkant. En het is een heel schattig autootje. Super cute. Oké, dan gaan we over op de Smurfenkalender. 16. Die zit hier. En dit is... Oeh, dit is wel cute. Deze... Ik zit net te denken, guys. Het is maar 8 dagen, dus 8 keer, dat ik deze adventkalenders mag openen. Oh my god. Ik kan niet eens, ik heb het samen met jullie geopend. Dus dan is het bij jullie over 8 dagen kerstmis. Oh my god. Oh, sorry. Maar ik ben er maar 5 minuten aan het lullen. Dus, ik ga lekker alles even opruimen. Ik ga nog even lekker beneden chillen. En dan...